Hallo beste kringloopbezoekers en welkom bij mijn rubriek Stof op de Naald. Vandaag gaan we het hebben over weer een beetje kringloopstruinen. En dat heeft natuurlijk ook te maken met, tot niet afgelopen weekend, maar dat weekend ervoor, is natuurlijk de Nationale Kringloopdag geweest. En dat was alsmede ook een beetje onze officiële opening. En zoals je hier op de beelden ziet, het was aardig gezellig. Er kwamen aardig wat mensen ook op af. Er waren ook een aantal standjes. Hè. We hadden een paar plantenruilbeurs. Er was een man die van ouderwetse materialen lampen maakte en wat niet al. Iemand die oud blik verzamelde van kamperbedrijven van de tijd. Hè, zoals Uiltje en BK en noem maar op. En ik mocht daar ook gezellig plaatjes draaien. Dus ik heb daar een poos staan te DJ'en en het ontzettend naar mijn zin gehad. Kortom, het was een feestje. Ook daar was natuurlijk onze burgemeester Bort. Die had nog even een korte speech gegeven samen met Henry, onze directeur. Dus het was een feestelijke dag. En eens te meer omdat voor het personeel, omdat we allemaal onze schouders eronder gestoken hebben om de boel ook weer een beetje op tijd in swing te brengen tot op tijd de wereld open kwam, hadden we ook nog een personeelsfeestje. En daar hadden ze ook een bandje voor uitgenodigd. Dus hebben we ons tot op de late uurtjes van de avond ook nog even op de dansvloer kunnen begeven. En op die manier een zeer oolijke dag gehad. En dus dat was hartstikke gezellig en wel. Maar dan zit je die weken na zit je dan ook even zo van op mijn vrije donderdag bijvoorbeeld. Van ik verveel me eigenlijk een beetje. Ik wil eigenlijk wat doen. Dan trekken we de stoute schoenen aan. En dan gaan we ook eens een keer naar andere kringlopen toe. Om wat leuke dingetjes te bekijken. En het viel me op. Dat mijn nostalgische kick qua platen en qua speelgoed heb ik wel her en der wat dingetjes weggehaald, maar niet iets super bijzonders. Maar het viel me wel op dat er overal best wel weer aparte platenspelertjes stonden. Ik was even in Emmeloord en zoals je hier ziet staat er een Tesla platenspelertje. Ik heb natuurlijk wel van Tesla gehoord, maar nog nooit van het merk Tesla met een ingebouwd versterkertje. Raar apart ding. En dan kom je in een andere kringloop en dan zie je in één keer weer een ITT. Ik heb me laten vertellen dat dat waarschijnlijk van Radio Shack is, Amerikaanse keten. Dat weet ik niet zeker, maar ook weer een merk waarvan je denkt van dat is gek, eigenlijk nooit gezien. En ik kwam daardoor tot de conclusie, maar ik heb een heleboel audio dingetjes die ik hier nog had staan na de opruimsessie, heb ik weer doorverkocht omdat ik er niks mee deed of omdat er mankementen mee waren. En ik vind het toch altijd wel prettig om ook thuis een reserveplatenspelertje te hebben. Je weet maar nooit, hè. En niet zozeer dat ik verwacht tot met mijn eigen platenspeler iets misgaat of dat hij kapot gaat of zo. Maar de naald kan eens een keer op zijn of noem maar op. Er kan eens een keer een euvel wezen, waardoor ik in één keer geen plaatjes meer kan draaien. En dat is voor ondergetekende een gemis. Dus ik vind het altijd prettig om een reservesetje op een andere kast te hebben staan, zodat ik gewoon lekker door kan gaan met muziek draaien. Maar dus die dingetjes die ik daar zag, die vond ik ook omdat het allemaal belt drive was. En belt, dat heb ik wel eens uitgelegd, dat is met een riem die het aandrijft. En mijn voorkeur gaat uit naar de direct drive, dus dat er een motortje in zit. Maar het niet dat ik dan op mijn eigen werk eigenlijk, daar waren ook een aantal plaatsspelertjes binnengekomen. En er stond best wel een leuke, een Sony stond daar. Een Sony direct drive, een P242 als ik het wel heb. Een heel net platenspelertje. En het was niet duur, want waarom? Dat kun je hier ook zien op het filmpje. Als ik de kop eraf draai van deze bajonetsluiting, dan zie je dat hij geen naald heeft. Dus ik heb hem verder had ik hem even uitgetest, kijken of hij in ieder geval stroom pakte en zo. En dat was allemaal goed. Dus voor zover ik kon zien was het enige euvel wat hij had, dat er geen naald op zat. Daar valt wel een mouw aan te passen. Want Harry die heeft nog wel eens wat liggen. En ik had nog toevallig een Sony kop liggen met een element en een naald erop. Dus dan zou ik hem ook kunnen testen of het geluid goed was. En ik krijg een beetje korting omdat ik er werk. Dus voor mij was het een leuke prijs om te kijken of ik die kon gebruiken als mijn tweede set. Maar dan komen we, en dat is waar dit filmpje dan eigenlijk om draait, op een euvel waar velen van jullie misschien wel tegenaan gelopen zijn, maar een aantal van jullie misschien helemaal niet van op de hoogte zijn totdat het euvel was. En toen ik nog pas begon met platenspelen, dan zet je ook wel eens wat. Dan heb je ergens goedkoop wat gehaald en dan sluit je dat aan. En dan denk je van, waarom werkt dit niet? Vaak is het dus, zoals ik ook al eens genoemd heb, dat de riem ontbreekt. Dat weten sommige mensen niet en die denken van, de ding is kapot en die mieteren het dan weg. Terwijl het enige wat je hoeft te doen is een nieuw riempje te bestellen en hij doet het weer. Maar er is ook nog een ander euvel waar een collega en een vriend van mij tegenaan liep met zijn platenspeler. En die kwam met een probleem bij mij van, Harry, ik heb nog alles aangesloten, voor zo goed ik weet allemaal goed.
maar het geluid is heel zacht. En ik kan hem helemaal tot aan de max draaien, maar ik krijg hem gewoon niet harder. Hoe zit dat nou? Ik heb het wel eens terloops in een videootje van mij genoemd, maar misschien is het wel even goed om even daarna naartoe te kijken. Het tussenversterkertje. Nou, en als we hier kijken, dan is dit, zoals je hier ziet, het tussenversterkertje. Deze heeft een CD-out en een phono-in. Dat betekent dat je de CD, daar doe je de tulp van de versterker in. En die doe je dan op een digitale uitgang, bijvoorbeeld een AUX of een video of de CD-ingang. En de phono, daar doe je dus de tulp van de platenspeler in. Want zoals ik al zei, een heleboel moderne versterkers, ja, die hebben geen phono-ingang meer. Want dat is een hele tijd niet hip geweest, dus die is komen te vervallen. Maar je hebt platenspelers met een ingebouwde versterker en je hebt platenspelers zonder. En als je een ouderwetse versterker hebt, zoals mijn hoofdversterker, die heeft gewoon nog een ouderwetse phono-ingang. Druk je hem daarin, dan dat is die uitgang is daarvoor gemaakt, dus die versterkt het signaal van de platenspeler en dan heb je gewoon goed normaal volume geluid. Maar heb je geen volversterkte of heb je geen phono-ingang erop zitten, dan zou je bijvoorbeeld in een AUX of een video doen, dan kan het dus zijn, nou ja, dat je wel geluid hoort, maar het veel te zacht. En dat wou ik even demonstreren, ook met die nieuwe, want ik had exact hetzelfde probleem met dit setje. Nou, zoals je ziet, ik leg er even een plaat op. Nou, we leggen de naald erop. En ja, je hoort het al, het is niet al te hard. Dus ik kan mijn volumeknop helemaal tot aan de max zetten. Maar eigenlijk niet zo gekke veel verschil. Dus wat we dan doen, is dit voorversterkertje. Doen we er tussen. Zoals ik al zei, we sluiten de tulp van de versterker aan op de CD-uitgang. En we sluiten de phono aan, oftewel de plaatspeler aan op de phono-uitgang. En dat blokje maakt nou dus deel uit van onze set. En als we dan nou weer een plaatje erop gooien, om te kijken of die het doet. Zoals je zag, werkt die nou. Prima, het geluid is goed. Het platenspeler werkt goed. Dus ik heb nou voor een dikke 10 euro... heb ik nou een heel mooi tweede setje staan. Dus jongens en meisjes, wee niet. Mochten jullie eens een keer een leuke platenspeler op de kop hebben getikt en denken van, jullie mogen tegen dit probleem aanlopen. Wat ik al zei, niemand kan alles weten. In het begin moest ik dit soort dingen ook nog uitvinden. Er zijn dus manieren voor. En dan kom je aan zo'n tussenversterkertje. Nou ja, specifieke audiozaken hebben het wel. Maar er komen ook vaak genoeg nog bij ons in de winkel een tussenversterkertjes binnen. En die zijn hier zo'n gekke duur. Tussen de 3,5, 5, 7,5 ligt een beetje aan het soort. Maar het hoeft de bank dus niet te breken. Dus mieter die platenspelers zeker niet weg. Kijk eerst even of het niet zoiets simpels is als dat. Of voordat je zit te twijfelen van, nou laat ik toch maar zo'n schattige Crosley nemen. Zo'n koffergrammofoontje. Hè? Niet doen. Dat was het voor vandaag. Vinden jullie het leuk wat we hier doen op social media? Dan please like en subscribe. Volg natuurlijk ook de Kringloop op Facebook. En schroom ook niet om lekker te komen winkelen bij ons aan de Ambachtstraat nummer 3 te Kampen. Of je spullen in te leveren aan de Oslokade nummer 1, tevens te Kampen. Jongens, nogmaals hartelijk dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Cheerio!